een nieuwe aflevering van Top Stack TV. Ik ben Errol en dit is... Samuel, yes. Wij gaan vandaag beginnen met het feit dat wij nieuwe aasjes hebben gekocht. Een hele bubs. Maar voornamelijk, of met name wil ik even belichten dat wij deze aasjes hebben gehaald. In een variatie aan kleuren. En die gaan we zo meteen gebruiken om te vissen op baars. De vorige vlog zijn we lekker op snoek gaan vissen, dat hebben jullie kunnen zien. En vandaag beginnen we, het is een dag later, voor jullie een week later, beginnen we met visjes op baarsjes. Toch Sam? Want dan vindt Sam heel erg leuk. Jordan en Ryder, zijn broers zijn er helaas niet bij. Mijn tweeling. Oh, het team is niet compleet. Ja. Maar dan mag de pret niet drukken. Zullen we dit aasje als eerst gaan gebruiken, Sam? Ja. We hebben een x-aantal kleuren. Oranje. Groen, zwartgroenig. Ik zal het even dichterbij houden. Ja. Roze. En een soort van, ja, glow in the dark. Die gaan we straks op. Nou, wit en glow in the dark zie ik. Dus die gaan we straks gebruiken. Eén van die twee. Daar ben ik benieuwd naar. En jullie gaan lekker meegenieten natuurlijk van dit avontuur. Dit stop ik terug in het bakje. Mocht je willen weten wat we nog meer nieuw hebben. We hebben deze ook. Deze geven echt licht in het donker. Dus daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Maar die gaan we vandaag niet gebruiken. Toch Sam? Ja, mama is er. Mama is er. Tum, tum, tum. Heel veel kijkplezier en tot straks. Af hier. We hebben niet zo heel veel tijd, we hebben maar een klein uurtje. En dan moeten we er vandoor. Dus ik begin met een grote soft bait, gewoon een shad, weet je wel. Die ik in de vorige video ook gebruikte van Fox. En dan schakel ik daarna over naar een kleine curly tail ook, oftewel scuttle tail. Om te kijken of baars wil happen als snoek dat niet wil. Dus ja. Ai nee. Kutwaterplanten. Los, los, los. Oeh. Ja. Zijn we lekker bezig hier? We hebben een klein baarsje. Ja, lekker. Ik zei je toch, dat gaat wel lukken. Hij zit ook mooi gehaakt. Hi. Pas op voor zijn stekeltjes. Ja, weet je wat we doen? Ik heb een handschoen. Ja, nee. Oh. Maat. Doe eens rustig. Je mag ermee op de foto. Ja. Dat is een beetje gek. Ja. Met zo'n handschoen. Pak hem maar beet. Pak je met je duim in zijn mondje. Weet je nog? Ja. Zo, ja. En dan, ja, doe dan. Pak dan. Zo, pak er zo. Zie je? Voorzichtig. Ja. Pak, hou dan vast, Sam. Je kan hem gewoon vastpakken zo. Ja, duim in zijn mondje. Duim en wijsvinger. Hij kan niet bijten. Ja. Heb je hem? Goed zo. En aan de onderkant. Niet bij zijn stekeltjes. Juist zo. Kijk eens, jongen. Hoppa, de eerste baars. Ga je hem terug? Ga je hem vrij laten? Ga je hem vrij laten, Sam? Oké, en voorzichtig, hè? Kom maar hier. Zo hier zo tussen. Ja, voorzichtig gooien. Doe maar. Hoppa, dat was de eerste. Op naar de tweede. Ja, het lukt, hè? Gaan we kijken of er nog meer ligt, of we ze niet hebben weggejaagd nu. Hè? Nee, een grote denk ik. Kijk eens. Gebeden. Oh, dat is een mooi maatje. Ja. Yeah. Hou het draadje maar vast voor mij. Het draadje, bij de draad. Hou maar bij de draad vast. Ja, daar. Ja, hou hem vast met in je hand. Niet met twee vingertjes, gewoon zo. Doe maar. Nee, hierzo. Hier, kijk, hierboven waar mijn hand is. Ja. Heel goed. Hou de hengel maar vast. Goed zo. En dit is echt een mooi maatje. Je had er inderdaad voor gebeden. We hebben net een gebedje gedaan. En gevraagd of we nog één
baars mochten vangen. En dat is gelukt, hè? Ja! Oh. Ja, ja. Ah, hij sprong uit mijn hand. Kom maar. Ik moet hem ook wat beter beet houden. Ja. En dit is een mooie maat, hoor. Nee, dat probeert jou niet te pakken. Kijk eens. Hebben we hem? Ja. Doe eens rustig, maat. Kijk eens. Perfecto mundo. Wil je hem vasthouden, Sam? Mag ik hem? Ja, zet de hengel maar neer. Zet de hengel maar neer. Goed zo. Weet je nog? Kijk hoe ik het doe. Eén hand onder zijn mondje en de andere onder zijn buikje. Ja, gaan we eerst het mondje doen. Precies, ja. Kijk, dat is hem. Yeah. En dan ga ik een foto maken, oké? Okay, Sam. Mooi formaat baarsje. Ah, hij is compact. Ik zie dat hij een stipje. Nee, hou maar vast. Ga hem netjes terugzetten, yes? Yeah. Heel goed. En volgens mij onze eerste aanbeet echt op... It was at this moment that he knew. He fucked up. De volgende keer mag dat ietsje lager. Want het is een levende dier. Die willen we niet zo hoog gooien, dat weet je. Oké? Okay? Oké, maak je handjes maar schoon.